nog een keer. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Go. En vandaag is het Kyogre Mania. Ja, we gaan een video doen speciaal voor Kyogre die gisteren vrijgekomen is. Nou ja, ik ben gisteren natuurlijk druk bezig geweest om het een te vangen voor jullie. We hebben weer een versnelde versie gedaan, net zoals we met Groudon hebben gedaan. Want, hey, we gaan gewoon kijken hoeveel Kyogre's gaat het duren voordat ik het er een kan vangen. Gooi het in de comments. Welke Kyogre vang ik? Wordt het nummer 1? Vangen we deze? Of wordt het nummer 100? Wie weet. Gooi het in de comments. Ik reageer op elke comment, weten jullie, dus komt wel goed. Nou ja, we gaan even kijken welke dingetjes ben ik achtergekomen in de tussentijd over Kyogre. Wat voor tips en trucjes kan ik jullie geven. Ik ben daar ondertussen achter dat als je Kyogre aan het vangen bent, dat je het best rechtdoor kan gooien. Want curveballs zijn niet de makkelijkste om te gooien op Kyogre. Ze zijn niet echt makkelijk, zeg maar, af te meten. Het andere wat ik achter ben gekomen is, als je de CP met je IV's af wil zetten. Het is exact hetzelfde als Groudon. Dus hey, als jullie het echt willen weten voor je IV's, check gewoon of je een Groudon had. Dan met dezelfde CP, dan weet je ook gelijk zijn IV. Huppatee. Nou, ik ben hoop natuurlijk gewoon de eerste te vangen, want Kyogre is gewoon een geweldige awesome Pokémon. Eén ding is wel, als je aan het gooien bent, Kyogre zit heel ver weg. En kijk, hij zit nu op mijn scherm, zeg maar, van de linker naar de rechterkant. Helemaal vult hij ongeveer het beeld. En deze curveball was trouwens alleen raak, omdat hij van plek verschoof. En doe ik Kyogre. Nou, Kyogre nummer 2. De Kyogre, als je hem in het echt zou hebben, zou hij denk ik een meter of 10 breed zijn. Als het niet meer is, 20 kan ook, maar zo. Dus dan heb je een beetje een idee hoe ver die eigenlijk zit. Als je trouwens AR Plus modus hebt, gebruik dat vooral. Het maakt het een stuk makkelijker om hem te vangen. We hebben er groot voordeel aan. De Kyogre waar we trouwens nu mee bezig zijn is een Kyogre van CP 2319. Dus dat is ongeveer 96%. Ik wil deze ook echt super graag hebben. Als ik deze heb, dan ben ik gewoon klaar voor de maand op zich. Ik ga natuurlijk nog Kyogre's genoeg doen deze maand. Want hey, de rest van de groep helpen en meer Kyogre's is beter. Want het is een geweldige sterke Pokémon. Je kan hem prima gebruiken voor zijn moveset, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar eerst deze Kyogre, 96% ongeveer. Ik doe echt rustig aan, want we willen deze hebben. We gooien deze curveball, 1 en eruit. Dat is heel erg jammer, dat is echt jammer. Ik ben hier nog curveballs aan het gooien op dit moment, want ik kan er niet echt door dat ik eigenlijk maar beter gewoon rechtdoor kan gooien. Maar dat leer ik met dat zelf wel af. Kijk maar, hier, ik gooi een curveball, die had best wel raak mogen zijn. Nou, we hebben hier een great curve. 1. 2, ik denk hij zit erin en nee, hij komt er weer uit. Hij komt er gewoon weer uit, jongens. En dat vind ik erg jammer. Want dat was echt een moment geweest waarop ik al echt was gaan schreeuwen van yes, ik heb hem. Yes, ik heb Kyogre gevangen. Maar helaas, weer mocht het niet zo zijn. En Kyogre is op het moment is die heel vervelend aan het doen tegen me. En ik kan niet raken. Zoals jullie zien, ik gooi gewoon 3 curveballs. Gewoon eigenlijk perfect zouden ze normaal gezien zijn. Maar het lukt gewoon niet. En dat kost mij een 96% Kyogre. Dat is heel erg zuur. Dat is heel erg zuur. Maar ja, we gaan gewoon door naar nummer 3. En die hadden we bijna met de eerste bal. Dat zou echt mooi zijn geweest dat we die met de eerste bal hadden gehad. Maar ja, Kyogre trouwens, we gaan het even over de moveset hebben. Moveset, Kyogre kent 3 charge moves. Dat zijn Hydro Pomp, als ik me goed herinner. Blizzard en Thunder. Nou, dat is een beetje interessant, want als je het hebt over Hydro Pomp, als je een Kyogre met Hydro Pomp pakt, huppatee, je hebt de beste Water type attacker in de game. Nou, wil je een Kyogre pakken met Electric type attacks, dan kun je je Kyogre best wel goed gebruiken tegen andere Kyogres. Want Electric is super effectief op Kyogre. Plus als je nog eens een keer de Weather Boost hebt, dan heb je een sterkere Kyogre die je aan het vangen bent. Terwijl je meer damage doet met je eigen Kyogre. Dus ja, dan heb je eigenlijk gewoon een Beast Kyogre voor tegen andere Kyogres. Terwijl als we een Kyogre creëren met Ice-type attack, dus met Blizzard, dan heb je de beste Ice-type attacker in de game. En dat is niet eens een Ice-type zelf. Dat kan juist weer heel erg van pas komen als, ik call hem vast, volgende maand Rayquaza. Als die de volgende maand is, dan heb je gewoon de beste Ice-type attacker tegen een Dragon-type. Nou, dat is natuurlijk helemaal geweldig, want hoe makkelijk wil je hem hebben? Ja, ik bedoel, meer goede Ice-type damage tegen een Dragon-type is altijd welkom natuurlijk. Kyogre is op het moment best nog lastig aan doen om te vangen. Als het regent in Pokémon Go, dan heb je dus een hogere Kyogre om te vangen.
Maar dan zijn ook je electric type attackers hoger. Wat ik net al zei met de Kyogre moveset bijvoorbeeld. Dan heb je een hogere Kyogre. En als je een hogere Kyogre met gewoon makkelijker plat kan krijgen. Dan kun je hem dus met misschien wel met 3 mensen. Dus ik heb een video gezien waar mensen die deden met alleen maar met executors. Allemaal level 40 natuurlijk. En de grass type boost. Dus dat het is mogelijk om het met 3 mensen te doen. Als je echt heel erg hoog en sterk bent. En dat ben ik natuurlijk niet. Dus ik zou het natuurlijk dan met die 3 samen moeten doen. Dus ik met 4. Is nog steeds cool. Maar hey. Ik wil niet met een pineapple. Ik wil niet met een pineapple, oké? Dus Kyogre nummer 4 geloof ik dit. Huppatee. Dat was weer bijna een curveball. Gelukkig was die dat niet. Zoals jullie zien, ik ben gewoon rechtdoor aan het gooien. Want ik ben er echt een beetje klaar mee. Ik had zoiets van, oké, curven wordt hem niet. Wordt hem gewoon niet. Dus bij ons in de groep is het een beetje een Lugia. Is een scheldwoord geworden. Gewoon door de moeilijkheid die we bij Lugia hadden. Die dan zeggen we, Kyogre, wat ben jij een vervelende Lugia zeg. Want Kyogre was echt, echt moeilijk om te vangen. Echt lage catch rate die we gewoon met z'n allen hebben. Dus we hadden hem hier 2 keer draaien en bijna en toch eruit. Dus ja, we zijn met z'n allen een beetje zuur. Maar we komen er wel. We komen er namelijk echt wel. Want we hebben er gewoon vertrouwen in. Dit is geloof ik onze laatste bal die we hebben. Blijft die zitten. Het is een nice curve. En nee, dat is het niet. Nou, dan is het tijd voor Kyogre nummer 5. Deze 23-7. Hij heeft een IV van tussen de 91 en 93%. Dus laten we hopen dat we hem ook kunnen vangen dan. Oké, we hebben hier een great curve bal. Huppatee. We hebben een klein beetje lag lijkt het wel, want het gaat allemaal in slow motion. 1, 2 en 3. Huppatee. We hebben onze eerste Kyogre gevangen, jongens. Dit is Kyogre nummer 5. Als jullie 5 in de comments hadden gezet. Lekker bezig. Goed gedaan. Huppatee. Kyogre registered de Pokédex. Check even of de recording aan stond. Als jullie genoten hebben van deze video, laat het weten met een like, liever een comment, natuurlijk al iets met een subscribe. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video van Pokémon Go. Ik open hier per ongeluk mijn Discord. Maakt niet uit. Doei!